In Biep Neuden. Mijn naam is Roeland Dobbelaar, filosoof en hoofdredacteur van het boekenplatform Basrof. En samen met mijn goede vriendin Lilian Waanders, literatuurkenner en columnist bij Basrof en ook bekend van haar eigen boekenblog Hanta, zijn wij presentatoren van dit nieuwe boekenprogramma wat we samen met de bibliotheek in Utrecht maken. Nou, de bedoeling is dat dat maandelijks wordt en we gaan zowel literatuur als non-fictie behandelen. We hebben altijd twee gasten. En we bespreken een kwestie over een actuele zaak in het boekenvak waar wij van denken, nou dat moeten we eens even nader onder de loep nemen. En dat gaat vandaag over boeken van de millennial generatie. En aan het eind van het programma volgen dan nog een aantal boekentips. Omdat we een vol programma hebben, vragen we mensen vooraf vragen te stellen of tips te geven. Die zijn een aantal binnengekomen. Dan kunnen we snel door. Maar als iemand toch iets behandels heeft, dan willen we misschien wel overwegen om daar aandacht aan te besteden. Dus we doen dat wat anders dan de vorige keer, want het is natuurlijk een programma in ontwikkeling. Beneden, na afloop, is er een grote boekenpaneel vergelijkbaar hiermee. Daar staan boeken in van de Biep die meteen te leen zijn voor mensen die een bibliotheekpasje hebben. En dat zijn boeken die te maken hebben met wat we vanavond gaan bespreken. En er is ook een tafel met boeken die je kunt kopen. Dat verzorgt Savanne B. voor ons. En de auteurs vanavond signeren dan desgewenst ook het boek wat je wil aanschaffen. Of de boeken die je wilt aanschaffen, want het mogen er ook best meer zijn dan één. Nou, dat waren de commercials en de praktische mededelingen. En dan wil ik onze eerste gast naar voren vragen. Ted van Lieshout. Goedenavond. Jij moet introduceren. Welkom. Antonij heet hij, een 15-jarig hoofdpersoon die in De Bijtelaar, de nieuwe roman van Ted van Lieshout, zijn verhaal vertelt. Op de begraafplaats waar hij een bijbaantje heeft, betrapt hij een man die letters in een grafsteen hakt. Hij spreekt de man erop aan, maar ondertussen is hij behoorlijk onder de indruk van De Bijtelaar. Maar in Bijtelaar gaat het niet alleen om die ontmoeting. Wat Ted van Lieshout met zijn nieuwe roman duidelijk wil maken is dit. We leven in een tijd waarin volwassenen de schaduw van hun kinderen stelen. En dat is een citaat uit de nieuwe roman van Ted van Lieshout die we hier gaan bespreken. Ted van Lieshout, veelgelauwerd schrijver van kinderboeken. En net ontdekte ik waarom ik ze niet ken, omdat die met Boris pas 12 jaar geleden is begonnen. Mijn kinderen toen aan andere boeken toe waren. Maar je schrijft ook volwassen literatuur en die kennen we beter en daar gaat het vanavond over. Lilian, ik geef jou het woord. Ja, gelauwerd, maar nog steeds zenuwachtig als er een nieuw boek verschijnt? Nee. Nee? Nee, dit is ongeveer mijn 100ste boek. Precies. Nou, dan ben je niet meer zo zenuwachtig, vrees ik. Dat is ook wel jammer. Het is een soort beroepsdeformatie. Ik kijk nu van, nou, is alles in orde? Zit er geen fouten in? Is het netjes afgesneden? Ik lees het wel nog één keer, als het uit is. Dat kan ik dan niet laten. Omdat dat een totaal andere ervaring is dan alle keren ervoor. En dat heeft te maken met het feit dat je er niets meer aan kunt veranderen. Dus zo is het en niet anders. En dat betekent ook dat op het moment dat je dan nog een keer leest, dat je allerlei fouten ziet die je in al die rondes daarvoor over het hoofd hebt gezien. Het is ontzettend ergerlijk. Maar het is nou eenmaal een gegeven. Maar deze keer heb ik er eigenlijk geen één gevonden. Dat is dan misschien wel de eerste keer. Kijk. Ik was wel onder de indruk van wat je zei, hoor. Van een bepaalde reden. Dat het is toch wel ernstig wat ik heb geschreven. Het is ook wel een beetje een... Ja, we gaan wel duidelijk maken dat er een zware toon onder ligt. Ja, maar dat het verhaal, maar het verhaal op zich... Het is best een grappig toch verhaal. Behoorlijk licht, ja. Maar wel met accenten. Ja. Die maar soms zwaarder dat zijn. Dat van die schaduwsteden van je kinderen, het is wel waar. Ja, kom op terug. Kom op ja. Terug, goed zo. Maar misschien moeten we eerst aan mensen vertellen, voor zover er nog meer te vertellen valt na de inleiding, waar Bijtelaar over gaat. Het is een liefdesverhaal over een jongen van 15, maar het is ook veel meer. Ja, strikt genomen gaat het over inderdaad een jongen van 15 die een bijbaantje heeft op zaterdagen op het kerkhof van het dorpje waar hij woont. In dat dorpje is helemaal niets te beleven.
En hij komt daar extra vroeg aan, omdat er een hittegolf is. Dus hij denkt, weet je wat, ik ga een uur eerder beginnen. Ben ik eerder klaar voordat het, de zon op zijn hoogte staat. En als hij aankomt bij dat kerkhof, dan hoort hij getik. En dat kan eigenlijk niet, want het kerkhof is op dat moment nog gesloten. Hij klimt over het hek, omdat hij de sleutel pas om 9:30 kan halen. En treft daar dus een man aan die daar zit te hakken. En hij wil die man erop aanspreken, omdat dat niet mag volgens hem. En die man draait zich om en denkt, jeetje, ik heb nog nooit zo'n knappe man gezien. En eigenlijk wordt hij dus op dat moment verliefd op die man die daar zit, die eigenlijk te oud voor hem is. En probeert meer te weten te komen over die man. En dat had hij misschien beter niet kunnen doen. Is het zo spannend genoeg? Ja. Hebben jullie zin om het te lezen? Ja. Oh, goed zo. Nou. Dan houden we hier op. Goed. Nou, zijn we klaar? Nee, maar nou kunnen we ook over. Nee, er zit ook een wat zwaardere kant aan. En die krijg je gaandeweg voorgeschoteld. Ja. Maar het is dus eigenlijk, in eerste instantie is het een poging tot het laten ontstaan van een liefde, zal ik maar zeggen. Of een romance. En of dat lukt, dat laten we nog maar even in het midden. Misschien dat ik er iets over verklap, maar dat zien we dan. Dat merken we dan vanzelf. Maar even, wat heeft deze derde roman voor volwassenen met de vorige twee te maken? Met Mijn Meneer en met Schuldig Kind? Dan moet ik eigenlijk eerst iets over mijn eigen verleden vertellen. Toen ik een kind was, heb ik, nou, je kunt niet zeggen een relatie, maar ben ik benaderd geworden, zal ik maar zeggen, door een volwassen man. Ik heb daar een soort relatie mee gehad. Zo zou je het eigenlijk niet kunnen noemen, maar dat was het in zekere zin wel. Een seksuele relatie, en die heeft geduurd tot ongeveer mijn 13e. En die heb ik toen zelf verbroken, omdat ik vond, nou, dit wordt allemaal veel te lastig. Ik ging naar een andere school en ik dacht, nou, dit gaat echt niet, ik moet daar een einde aan maken. Maar ik ben nooit misbruikt, althans niet in de zin dat ik pijn gedaan ben of ben gedwongen. Ik heb dat dan in ieder geval niet als zodanig ervaren. En nu had ik al eens een aantal gedichten erover geschreven in boeken voor kinderen. Maar ongeveer het begin van deze eeuw werd de discussie over pedofilie en pedoseksualiteit steeds heftiger. Onder andere door Dutroux in de eind 90er jaren. Het hofnarretje, hoe heet het precies. Dat waren allemaal affaires die opkwamen. En ik dacht, misschien moet ik nou toch voor volwassenen eens een roman schrijven waarin ik vertel wat ik heb beleefd. Ik kan dat niet voor kinderen doen, voor de jeugd, omdat ik, ja, het gaat toch over seksualiteit en hoe ga je dat nou opschrijven? Maar ik dacht, als ik het nou vertel vanuit het perspectief van een jongen van 11 jaar oud, en ik laat hem vertellen over wat er bijvoorbeeld seksueel heeft plaatsgevonden, dan kan dat niet heel erg afstotend zijn, omdat de jongen van 11 het vertelt, in zijn bewoordingen. Dus ik heb daar een roman over gemaakt, dat is deze, Mijn Meneer. En die werd heel goed ontvangen. En heel veel mensen zeiden daarna van, ja, maar hoe zou jouw leven nou verlopen zijn als dat niet was gebeurd? Ja, zei, dat kan ik natuurlijk niet weten, want ik heb dat nu eenmaal meegemaakt. Maar het was wel een vraag die mij bleef intrigeren. Dus toen heb ik een schuldig kind gemaakt om bij mezelf als het ware te onderzoeken. Is het mogelijk om te achterhalen of mijn leven anders zou zijn geworden als ik dat niet had meegemaakt? Nou, het antwoord kun je natuurlijk eigenlijk nooit vinden. Want je kunt nou eenmaal niet je leven overdoen zonder dat een bepaald aspect niet heeft plaatsgevonden. Nog meer in het bijzonder, zou je dan willen dat zo'n ervaring niet heeft plaatsgevonden in je leven? En dat wil ik eigenlijk niet, omdat als ik dat uit mijn leven zou wegwissen, dan ben ik ook mijn persoonlijkheid kwijt. Want je kunt niet zomaar een stuk weghalen en denken dat je dan hetzelfde bent, of dat je dan misschien wel heel anders was geworden. Je weet dat niet. Ik wil gewoon niet kwijt wie ik ben geworden. Ik ben eigenlijk best wel tevreden met wie ik ben, met hoe ik geworden ben. En dit maakt nou eenmaal onderdeel daarvan uit. Dus dat accepteer ik gewoon als dat is gebeurd. Mm-hmm. Wat heeft dat te maken met de bijtelaar? In de afgelopen 10 jaar ben ik als het ware een soort expert geworden op het gebied van kinderen die zijn misbruikt. En dat betekent dat ik bij allerlei congressen en seminars ben geweest. En
op die manier raakte ik steeds dieper, als het ware, verweven met die problematiek. En er waren steeds nieuwe aspecten, steeds nieuwe nuances die naar boven kwamen, waarvan ik dacht, nou, dit wist ik eigenlijk helemaal niet. En dat maakte het eigenlijk wel belangrijk voor mij om toch nog een stap dieper te gaan in hoe de maatschappij omgaat met slachtoffers van misbruik. En dan in het bijzonder kinderen of voormalige kinderen. En waar ik toch wel achter kwam, is dat de maatschappij daar helemaal niet op is ingericht. Volwassenen hebben allemaal stuk voor stuk het allerbeste voor met kinderen. Maar zodra volwassenen stappen in het leven van een kind dat is misbruikt, gaat het eigenlijk mis. Omdat het kind raakt dan volledig de regie kwijt over wat er gaat gebeuren. Volwassenen gaan bepalen wat er gebeurt en dat kind staat als het ware zonder privacy. Daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Geen privacy meer. Alles wat van jou is, wordt als het ware en plein publiek gedeeld voor iedereen. Je moet alle intieme dingen moet je vertellen. Je hebt geen privéleven meer. Alles is als het ware, wordt tot op zekere hoogte afgenomen. Nou zal dat niet zo zijn in alle gevallen. En ik maak ook een voorbehoud. Want in mijn geval ging het om licht misbruik, zal ik maar zeggen. Je hebt natuurlijk gevallen van heel ernstig misbruik. En dan is het mij heel goed dat volwassenen ingrijpen. Mm-hmm. Maar ik heb het eigenlijk in al mijn boeken dan wel over kinderen, over voormalige kinderen, die eigenlijk niet wilden dat er iets veranderde in de gezinssituatie. Die dachten van ja, dit is wel vervelend, maar ik wil toch wel gewoon thuis blijven. En ik wil dat mijn vader en moeder gewoon tegen mij doen en dat er niks verandert. En heel vaak is het wel zo dat bij kinderen die misbruikt zijn en als volwassenen ingrijpen, hun leven wel verandert. Zonder dat ze dat willen en zonder dat ze er iets over te zeggen hebben. Nou, dat is het. Nee, er is nog veel meer over te zeggen. Nou ja, maar dat is waarom wel... ik... ik dacht op een gegeven moment, ja, maar moet ik het nou niet loslaten? Hè? Ga nou eens over iets anders praten. Dat is de reden waarom het ook een liefdesroman is. Hè? Dat het ook een roman is. Die twee andere boeken die waren dus min of meer autobiografisch. En dat is dit boek niet. En is dat makkelijker geweest om te schrijven of juist heel ingewikkeld? Moeilijker, omdat ik wel moet zorgen dat het integer is en oprecht. Het moet wel een oprechte casus, zou je kunnen zeggen, zijn. Geloofwaardig, invoelbaar en waarachtig. Dus die jongen is wel gebaseerd op mijzelf, maar ik heb wel gebruik gemaakt van ervaringen van andere voormalige kinderen. Dus het is niet zo dat ik met kinderen heb gesproken hierover, maar wel met voormalige kinderen. En ik heb er veel over gelezen. En de nuances waar je het over had, in de zin van er zijn nu allerlei nuances gekomen nadat ik die twee boeken geschreven heb en een expert geworden ben, op welk vlak zitten die dan? Zitten die op dat juridische van waar kinderen het mee te maken krijgen? Ook. Omdat het heel zwaar geworden is? Of zit dat op traumatiek? Nou, bijvoorbeeld MeToo en dat soort maatschappelijke invloeden, die hebben wel veranderingen teweeggebracht. Over slachtofferschap bijvoorbeeld. En daar gaat het ook over in dit boek. Mm-hmm. Verschillende aspecten van bijvoorbeeld beschuldigingen die op internet worden gedaan en wat voor effecten dat heeft. Dat komt ook in het boek voor. Ja, en niet alleen, want er zitten veel meer verhaallijnen in. Hè? Het is niet alleen maar die Antonij die zijn verhaal vertelt, maar daardoorheen zit ook het verhaal van de bijtelaar. En daar zit ook een heel groot stuk in over vermeend slachtofferschap, vermeend daderschap. En het gaat over daders, het gaat over slachtoffers. Zeker. Het gaat ook over, er zit ook een oorlogsverhaal in, Tweede Wereldoorlog. Ja. Waarin ook een bepaalde vorm van misbruik naar voren komt. Maar dat vertel ik dan weer niet, want dat is dan... Dat zou ik te veel vertellen. Nee, maar hoef ik niet alles prijs te geven. Nee, maar ik heb nou het publiek dat ze wel nieuwsgierig zijn, dus dat moet ik zo houden. Je kiest in deze drie boeken ook heel duidelijk een bepaalde vertelstructuur. In Mijn Meneer is het Ted die tegen de maagd Maria praat. In Schuldig Kind is het Ted die met zijn ouderen zelf in gesprek gaat.
hoe belangrijk is voor jou een tegenster, een vorm om een verhaal te gaan vertellen? Ik hou zelf niet zo van romans. Ik besteed mijn tijd liever aan biografieën of autobiografieën of non-fictie. Dus zelf ben ik niet zo geneigd om romans te lezen. En ik heb ook heel lang gedacht, ik ga ze ook niet schrijven. Maar hierbij ontkwam ik er eigenlijk niet aan dat ik het wel moest doen. En toen heb ik daar wel een bepaalde vorm voor gevonden, zodat het voor mijzelf interessant zou zijn om mij toch ertoe te zetten om een roman te schrijven. Je kijkt alsof ik het heel cryptisch... Nee, helemaal niet. Nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar dit is meer een roman dan die twee. Ja, omdat dit is fictie. En die twee, dat zijn min of meer... ja, ook wel fictie. Ik kan wel bij deze, met mijn meneer... ik wilde vertellen dus over wat mij was overkomen, maar ik heb nooit de identiteit van die meneer prijsgegeven. Dus ook in het boek moest ik een situatie bedenken waarin mensen niet kunnen zeggen, aha, nou snap ik over wie het gaat. Dus ik heb een verhaal gemaakt waarin de werkelijkheid als het ware gemaskeerd is door een verhaal. Maar de basis van het geheel is, het is ook een roman, maar de basis is toch een soort autobiografisch... autobiografische kern, zal ik maar zeggen. En bij deze was het veel meer een zoektocht, maar ook in de vorm van een roman. Dus ik gebruik de romanvorm wel, maar voor mijzelf moet ik het idee hebben dat het waarachtig is. Dus niet dat je denkt, oh ja, maar het is maar verzonnen. En bij dit heb ik wel een situatie verzonnen die ik nooit zelf heb meegemaakt. En daar voel ik me dan ook schuldig over. In wat voor zin? Omdat ik vind dat een roman eigenlijk een soort amusement is. Amusement is prima, maar niet in mijn boek op de een of andere manier. Ik kan dat heel moeilijk uitleggen. Het moet op de een of andere manier meer zijn dan zomaar een verhaal. En dat is dit wel. Het is meer dan zomaar een verhaal. Maar nou lijkt het alsof ik neerkijk op romans. En dat is niet zo, maar ik lees ze zelf vrijwel nooit. Behalve als ze bijvoorbeeld over hetzelfde thema gaan. Als het van vrienden is bijvoorbeeld, dan lees ik ze wel. Maar niet graag. Nee. Ik denk, ik kan zelf ook wel wat verzinnen. En wij moeten wel die van jou lezen. Maar daar ben ik ook innig dankbaar voor. Ja, goed. Ja, ja. Nee, maar er zijn mensen die gewoon wel van het lezen van romans houden. Ja, dus daarom, dat klopt precies. Nee. Ik schrijf het ook niet voor mezelf. Ja. De meeste schrijvers zeggen, je schrijft het voor jezelf. Dat heb ik vroeger ook altijd geroepen. Maar dat is toch niet altijd het geval. Maar is dat geld dat alleen de romans of geldt dat dan voor alles wat je geschreven hebt? Nee, want ik schrijf ook Boris boeken, dat zijn natuurlijk ook verhalen. Maar dat is wat anders. Met mijn werk voor volwassenen wil ik dieper gaan op de een of andere manier. Ik heb geen behoefte om voor volwassenen te amuseren. Nee. Het is wel een amusant boek. Maar er zit wel een bepaalde laag onder... waarvan ik wil toch dat jullie hiervan notie nemen en dat jullie merken, aha, er is eigenlijk meer aan de hand dan ik dacht. En ik denk dat je dat ook leest als je dit leest. Tenminste, dat heb ik dan wel gehoord van mensen die het al gelezen hebben. Want nou, dat had ik toch niet gedacht, dat slachtoffers van misbruik eigenlijk op deze manier een deel van hun privacy kwijtraken. Waarnemen en weergeven van de werkelijkheid. Volgens mij is dat ook iets wat in Bijtelaar zit. Waarnemen en weergeven van de werkelijkheid. Hoe je dat doet en hoe je dat... Ik denk dat heel erg met jou waarachtig, de term waarachtig, te maken heeft. Ik vond een heel mooi citaat. Hoe toon je aan wat het waarste waar is? Ja. Bestaat dat, het waarste waar? Ja, kennelijk wel, want wij zijn geneigd om als twee mensen iets beweren en er is eigenlijk geen reden om de een te wantrouwen en de ander niet,
we hebben toch de neiging om te zeggen, ik geloof jou en ik geloof jou niet. En vaak heeft dat te maken met wie het eerst aan de beurt is. Hè? Om dan maar een voorbeeld te noemen, in het geval van beschuldigingen van misbruik, bijvoorbeeld op internet, zijn wij geneigd om degene die het openbaart te geloven. Vaak zal dat een slachtoffer zijn, hè, die zegt, nou, ik ben misbruikt door Pietje Puk. En dan zijn wij geneigd om te zeggen, nou, zij of hij zou dat niet zeggen als het niet waar was. En vervolgens krijgt de Pietje Puk eigenlijk nauwelijks de ruimte om zich te verdedigen. Maar als hij die ruimte krijgt, zijn wij ook geneigd om te zeggen, nou, wij geloven dat niet, want wij zijn al als het ware in het kamp van degene die de beschuldiging heeft geuit. Omdat wij denken dat die persoon dat niet zomaar doet. Tegelijkertijd denk je wel, maar, ja, maar wacht eens even. Zo iemand die beschuldigd wordt, die is helemaal niet veroordeeld. Moet hij niet de kans krijgen om zich te verdedigen? Ja, zegt iedereen, dat moet. Maar in de praktijk krijgt hij die eigenlijk niet, omdat die ruimte er niet is. Vaak is niet bekend, nou ja, meestal is het tegenwoordig wel bekend om wie het gaat. Maar die denkt, ja, maar ik ga niet aan plein publiek mensen hier staan te verdedigen. Want als ik mij verdedig, je verdedigen betekent dat er misschien wel iets van waar is. Hè? Want anders zou je je niet hoeven te verdedigen. Heel veel mensen die aangeklaagd zijn, zonder dat de rechter erbij is, die denken van ja, maar op het moment dat ik daarop inga, moet ik me gaan verdedigen. Terwijl ik niks te verdedigen heb. Ik heb volgens mij niks fout gedaan, dus ik hoef ook niks te zeggen. Maar dan blijft die aanklacht wel staan. En wij zijn over het algemeen dan geneigd om dat te geloven. En dat is ook wel goed, tot op zekere hoogte, omdat, en daar gaat dit boek dan ook over, omdat met name slachtoffers van misbruik eigenlijk binnen ons rechtssysteem nauwelijks kans op slagen hebben. Je moet naar de politie, je moet door een heleboel procedures heen die helemaal niet prettig zijn. Je hebt heel vaak dat je niet geloofd wordt, of maar nauwelijks. Dus de route die een slachtoffer moet lopen om zijn of haar gelijk te halen, is heel lastig. En als je het al tot de rechter schopt, dan is de kans dat het op niks uitloopt ook heel erg groot. Dus eigenlijk is het heel erg begrijpelijk dat bijvoorbeeld MeToo zo van de grond kon komen, omdat op die manier heel veel slachtoffers toch een bepaald gevoel van voldoening hebben kunnen krijgen eruit, juist omdat het zo moeilijk voor slachtoffers is, om erkenning te krijgen. De enige route die wij voor ze hebben is eigenlijk proberen legaal maar je gelijk te halen. De rechter zal dan wel bepalen of jij gelijk hebt of niet. Maar de weg daarheen is zo zwaar dat voor veel slachtoffers dat een te zware weg is. En bovendien is het ook nog eens zo dat voor heel veel slachtoffers gaat het niet om dat je de dader in het gevangen krijgt, maar om erkenning voor wat er is gebeurd. En die erkenning, als je die al kunt krijgen, doordat je bijvoorbeeld op internet al die likes krijgt bijvoorbeeld, die wil voor heel veel slachtoffers toch wel heel veel zeggen. Een van jouw personages zegt, het recht is er voor volwassenen, zodat die tevreden zijn. Ja, en dat geldt dan met name voor kinderen. Ja. Die, dat wil ik wel vertellen. Op een van die seminars vertelde een therapeut dat kinderen alles moesten vertellen. Ik vroeg, ja, maar waarom moet dat kind nou alles vertellen? Ja, zei ze, de ouders willen het weten. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dan zit je dus eigenlijk niet voor dat kind te werken, maar voor de voldoening van de ouders. En voor ouders is het helemaal niet zo goed om alles te weten. Soms wel. Als een kind is verdwenen, wil je weten wat er is gebeurd. Ook als het is vermoord, dan wil je dat het gevonden wordt. Dan wil je daar vrede mee hebben. Maar als een kind is misbruikt, moet je eigenlijk niet willen weten wat er precies gebeurd is. Hè, welke handelingen er zijn verricht. Het wekt alleen de woede op woede, laat ik het daar maar bij houden. Dat kind is zijn privacy kwijt. Je wil helemaal niet dat je ouders precies horen wat er met jou is gebeurd. Maar als ouder moet je het ook niet willen weten. Het is beter dat je alleen de noodzakelijke dingen weet. De dingen weet die ervoor zorgen dat je je kind verder veilig kunt houden
En daar moet je dan in zekere zin genoegen mee nemen. En niet willen weten of dat kind nou hoe vaak gepenetreerd is, of dat nou is gebeurd of zo. Je moet er eigenlijk een kind niet aandoen en je moet het ook niet per se willen weten. Het ligt weer anders, dus zoals ik net al zei, als dat kind is vermoord of als er iets heel ernstigs gebeurt en je bent aan het rouwen en je moet het verwerken, dan kan ik me voorstellen dat je heel veel wilt weten. Maar je moet een kind niet gaan doorzagen of laten doorzagen als het niet per se noodzakelijk is. Zeg ik. Andere slachtoffers zullen zeggen, nou, dat moet je misschien wel doen, maar dit is mijn boek en dit is mijn manier van aanpak. Wat in het boek dit kind zegt, is eigenlijk, er komen allemaal volwassenen in mijn tuin. Ik heb een tuin en allemaal volwassenen komen binnen en die beginnen al mijn bomen om te kappen. En er is nergens meer schaduw waar ik kan staan. Alle bomen zijn omgekapt. Iedereen kan mij hier zo zien. Ik kan me nergens meer verschuilen. Er is nergens meer schaduw, omdat volwassenen die schaduw hebben gestolen. Dus nou zijn we toch teruggekomen op wat jij daarnet zei, aan het begin. En dat is het beeld. Is dat heel erg eigen aan deze tijd, waarin je social media hebt, televisie? Of is dat een onderbelicht probleem, omdat we vroeger sowieso niet wisten hoe we met problematiek om moesten gaan? Ik denk dat het nu wel erger is dan vroeger, omdat kinderen bijna niet meer onbegeleid hun gang kunnen gaan. Vroeger, toen ik 5 was, ging ik gewoon alleen naar school, dat is kleuterschool. Natuurlijk, er waren toen wat minder ouders, maar het was toch ongeveer 20 minuten lopen. Dat is dus best een eind. Nu zou dat absoluut onmogelijk zijn. Er is geen enkel kind van 5 dat er niet in eentje naar school gaat. Behalve misschien als het naast de school woont. Maar kinderen worden heel erg begeleid. Die mogen bijna niks alleen. Er zijn mensen die willen graag een chip in het oor van hun kind, zodat ze te allen tijden weten waar dat kind is. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. Kinderen hebben het recht, vind ik, om in de schaduw te mogen lopen. Om ook dingen te doen en zelf te leren. Dingen die misschien wel fout kunnen gaan. Vind ik. Maar heel veel ouders zijn zo bezorgd dat ze hun kind geen enkele vorm van zelfstandigheid gunnen. Of wel gunnen, maar ze zorgen er eigenlijk voor dat ze dat niet hebben. Met als gevolg, dat als nu... Ja, ga maar door, hè. Ik zie je denken, nou, die vindt er nooit op. Zo'n beetje. Met als gevolg in zekere zin... Daar zitten op de eerste rij zitten twee jonge schrijvers met jonge kinderen. Nou, dus precies. Die moeten zich dat aantrekken. Maar het zijn ook nog... De ene is volgens mij ook nog student, hè? Of niet meer? Nee. Oh, dat niet meer. Nou, dat heel veel studenten komen nu dus op de universiteit of op de hogeschool. En als ze een harde les krijgen van de docent, gaan ze klagen. Omdat ze verwachten dat de docent de taak van de ouder overneemt. Hè, omarmend lesgeven. Hè, er zijn heel veel studenten die gaan klagen. Van ja, hij heeft mij de les gelezen. Hoe durft die vent? Terwijl je daar toch eigenlijk voor in het onderwijs zit. Nou, dat heeft ermee te maken met dat kinderen zo beschermd worden opgevoed en opgroeien, dat ze denken dat ze tot aan hun pensioen, als het ware, begeleid worden in het veilig mogen zijn in elke omgeving waar ze komen. Ja, en zo is het niet. Mag ik een laatste vraag stellen? Of ja, zeker. Nee, jij mag zeker een laatste vraag stellen. Even terug nog naar de laatste vraag, want anders gaan we door de tijd. Ik vond het een heel boeiend boek, maar ik vond het ook heel ongemakkelijk. Het schuurt. Ik voelde me niet zo geamuseerd. Het dwong mij om na te denken over allerlei thema's waar ik normaal niet mee bezig ben, geen ervaring mee heb gehad. Maar het is wel heel goed dat je dat... Ja, dat is wel heel goed, hè? Dus dat denk ik ook eens na over dingen. Maar ik vond het ook wel een echte politieke roman. Ja, het is echt een boodschap. Ja, ja. Nou, die boodschap heb ik nu ook wel in zekere zin... Dat klopt. Ja. Maar dan heb je niet de vrijheid om maar iets te schrijven. Om je mee te gaan met je eigen verhaal, want je wilt die boodschap vertellen. Nee, maar ik schrijf voor kleuters de Boer Boris boeken. Dat zijn prentenboeken waarin Boer Boris waarin een bootje durft het water niet in. Of er komt zusje Sam komt met een olifant thuis en die wil graag die olifant houden. Mag de olifant op de boerderij blijven? Daar kan ik al mijn fantasie en al mijn luchtige verhalen in kwijt. En dan vind ik het leuk om een andere kant die ik toch ook heb, namelijk de wat serieuzere kant, onder te brengen in boeken. Het is een hartstikke gezellig boek, hoor.
Daar ben ik het niet mee eens, maar ik vond het wel een goed boek. Nou heb ik zoveel gepraat dat jij niet in al je vragen toe bent. Ja, maar dat geeft toch niet, want het gaat uiteindelijk toch om het verhaal van de schrijver, denk ik. Maar je bent toch wel tevreden zo over het gesprek? We zijn heel tevreden. Ah, oké. Okay. En nou, ik heb, net als Roeland, erg genoten van het boek. Ik hoop dat u echt oprecht nieuwsgierig geworden bent en dat die stapel straks gewoon weg is, die beneden aan de tafel. En ik zit hier, hoor. Ja. Ik ga ook niet weg voordat ik een gesigneerd exemplaar heb. Okay. Ted van Lieshout, dank u wel. Graag gedaan. Mogen wij de jonge heren aan tafel nodigen? We gaan het hebben over de kwestie. En dat was ook nog best wel ingewikkeld om dat te formuleren, hoe we het erover gingen hebben. Schrijvers uit de millennial-generatie, en dat zijn schrijvers die geboren zijn tussen 1981 en 1999, nemen een steeds belangrijker plaats in de literatuur. En dan gaat het niet alleen om het aantal schrijvers, maar ook om het aantal keren dat het werk van deze schrijvers genomineerd wordt voor literaire prijzen. En, nou ja, bijna vanzelfsprekend de debuutprijs voor Best Poëziebundel ging het afgelopen weekend naar Maxime Garcia Diaz, die ook heel erg in die categorie past. Met de opkomst van de millennial schrijvers krijgt de autobiografische literatuur een nieuwe impuls. Als ze autobiografisch schrijven, schrijven ze schaamteloos persoonlijk. Maar achter hun bekentenis gaat ook veel pijn en een gevoel van gemis schuil. We praten met Sven Fitsen, universitair docent en onderzoeker moderne Nederlandse literatuur. En schrijver van het boek Affectieve Crisis, Literair Herstel, samen met Hans de Meijer. En met Michiel Cox, van wie recent zijn tweede roman Herinneringen aan het levenloze verschenen is. En die volgens mij een millennialschrijver is, maar helemaal niet zo naadloos in die autofictie past als je het oeuvre dat nu uit twee romans bestaat bekijkt. Daar is wel wat om af te dingen. Roeland. Ja, ik wil beginnen om het vraagstuk sociologisch. Ja. Heel slim. Om het vraagstuk sociologisch te benaderen. In het dagelijks leven ben ik werkgever. Diverse mediabedrijven heb ik onder me. En ik heb veel jonge mensen in dienst. En ik zie een ontwikkeling die me zorgen baart. Ik zie afnemend levensgeluk bij jonge mensen. 20-30ers. Vergeleken met 10, 20 jaar geleden. Toen de 20-30ers begonnen met hun carrière. Ik zie mensen die bij hun eerste baan burn-out raken. Die niet weten of ze de juiste studie hebben gedaan. De juiste carrière. Torenhoge studiegulden, ze kunnen geen huis vinden, ze worstelen met relaties, privéleven. En dan heb ik nog niet over de geopolitieke zaken gehad, extreemrechts, oorlog, Oekraïne, klimaatopwarming. Sven Fitsen, kun jij je voorstellen, die zorgen bij die generatie, klopt dat? Ja, ben ik te horen trouwens? Ja. 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 Nee, zeker. Ik kan het me heel goed voorstellen. Wij beginnen ons boek ook met een soort bijna een retorisch lijstje van crisis waaraan jonge mensen, jongvolwassenen blootgesteld worden. Die de afgelopen 10 jaar volwassen geworden zijn. Dus we zien eigenlijk een generatie die, zeker de iets oudere millennials, die nu al naar het eind van de 30 gaan, of midden 30, die eigenlijk nog opgegroeid zijn in een relatief optimistische tijd. Een periode waarin er veelal gedacht werd, zeker in Nederland, dat het einde van de grote politieke conflicten en ideologische tegenstellingen en zo wel zo'n beetje voorbij was. En dat, dat het leven voor het grijpen ligt. En deze mensen groeien veelal op en worden volwassen in een wereld waarin die belofte helemaal niet meer ingelost wordt. Zie je dat bij je studenten? Heb je daar gesprekken mee? Ja. Voel je dat? Ja, er is zeker heel veel onzekerheid. Ja, mijn studenten zijn eigenlijk al geen millennials meer. Hè. Die zijn nog wat jonger. Maar er is zeker heel veel onzekerheid over toekomstperspectieven. Ja, de woningmarkt is uiteraard een enorme donkere schaduw boven het leven van jonge mensen. Maar ook de klimaatcrisis merk ik vooral de laatste jaren bij jongere mensen. Weegt heel zwaar op de toekomstverwachting van, uh,
van deze generatie. Hè. Dus echt het idee van, we kunnen ons niks voorstellen bij de toekomst, we kunnen ons niet voorstellen dat er überhaupt toekomst zal zijn, is wel heel erg in de hand gewerkt door de klimaatcrisis. Maar ook eerder door de financiële crisis, door het instorten van het hele financiële systeem. Je krijgt ook een generatie die echt niet meer gelooft dat kapitalisme de wereld beter gaat maken. En dus dat soort onzekerheden worden wel intenser. Michiel, hoe is dat voor jou? Jij bent uit 89, geloof ik. Ja, inderdaad. Herken je er helemaal in? Heb je al die zorgen? Ja. Eén grote donderwolf boven jouw hoofd? Ik moest een beetje lachen toen de vraag werd gesteld, omdat ik zo'n heftige openingsvraag vind. Van het levensgeluk is weg. Of zo. Neemt af. Ja. En ja, uiteraard herken ik dat. Ik denk dat is ook de realiteit waar wij, ik ben een wat oudere millennial, denk ik, ons in bewegen. En inderdaad de generatie na ons nog, ja, dat zit er nog meer in. Ik was toevallig gisteren aan het kijken naar Ik Woke van jou. Een heel interessante documentaire serie over die activisten, die woke-activisten. Die dat eigenlijk nog een graad of twee, waar dat nog dieper zit dan in de millennial-generatie, heb ik het idee. Echt het idee van er is geen toekomst, er is geen reden meer om naar school te gaan. We moeten gewoon actie voeren, kapitalisme vernietigen enzovoort. Ja, ik herken dat natuurlijk. Alleen al, het is heel heftig, maar alleen al het idee, ik heb een dochter van 1 jaar en 3 maanden, dat ik met mijn vriendin het gesprek heb, en ik hoor dat bij iedereen, ook vrienden van mij die zwanger zijn, die kinderen hebben, dat je gewoon een gesprek gaat voeren. Ja, gaan we dit nog doen? Want als mijn kind, ja, ik krijg kippenvel als ik het erover heb, als mijn kind oud is, dan ja, wat is Nederland dan ook droog? Ja, nee. Dus, maar ja, en zeker niet in Rotterdam natuurlijk. Rotterdam al helemaal niet. Nee. We moeten naar het oosten. Ja, laat ik even de overstap naar de literatuur maken. Ik was opeens jurylid van een literaire prijs en toen las ik in korte tijd 20 Nederlandstalige romans. En ik lees eigenlijk voornamelijk buitenlandse romans, ja, iedereen is een afwijking. En de helft was millennials. En was literair was dat helemaal oké, maar de inhoud was wel zorgelijk. Hè. Ik las bijvoorbeeld Toby Lackmaier, de maker, de geschiedenis van de seksualiteit, of Condities, Thomas Herman van Vos, die ik persoon worstelt met een ziekte. Jente Postema, verloren broer. Zo kan ik nog even doorgaan. Allemaal millennials, allemaal droevig, allemaal ellende. Ouders, gender, verlies, liefdesverdriet. Mijn god, dacht ik toen, dat is een thema. Toen wist ik nog niet dat jij die studie had gedaan, Sven. Kun je zeggen dat dat echt één generatie is, deze groep schrijvers met deze thematiek? Zou je dat zo durven zeggen? Nou ja, ik strikt genomen heb ik dat gezegd in dat boek. Hè. Dat is wel een belangrijke vraag. Hè, want we... Nou, nu spreek ik even vanuit het perspectief van de letterkunde, de literatuurgeschiedenis. We zijn eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog vooral geneigd om in termen van stromingen te spreken. Meer eigenlijk auteurs groeperen rond de kenmerken van het schrijven, stilistische kenmerken, vormelijke kenmerken, hoe wordt het verhaal verteld enzovoort. We zijn niet zo vaak geneigd om in termen van generaties te spreken, omdat dat toch veel meer eigenlijk een sociologisch criterium is. Wat hebben auteurs gemeen dan? Ja, ze behoren tot een bepaald geboortecohort. Ze zijn in hun opgroeien, in hun volwassenwording, deel geweest van een soortgelijke context, dezelfde gebeurtenissen. Ja, zorgt dat er dan ook toe dat die boeken die ze dan uiteindelijk gaan schrijven ook echt vormelijk of thematisch of stilistisch ook echt iets met elkaar te maken hebben? Het antwoord is volgens mij dat er heel veel verschillende schrifturen zijn, dat er heel veel verschillende stijlen zijn, heel veel verschillende manieren van vertellen. En autofictie is er daar één van. Maar auteurs die wij in dat boek behandelen, schrijven ook speculatieve fictie, ze schrijven dystopieën, ze schrijven... fictionele romans die wel iets met het persoonlijke leven te maken hebben, maar helemaal niet autobiografisch zijn. He, er zijn eigenlijk tal van genres. He. Men schrijft in tal van genres en stijlen. Dus in die zin kun je niet zeggen dat het een generatie is dat al die boeken zo ongeveer hetzelfde zijn.
Dus je kunt niet zeggen dat ze hebben niet ook een naam. Je hebt er niet een naam op geplakt. Ja, wij hebben ze dan millennials genoemd. Ja. Omdat ze vanuit het idee dat wat ze wel gemeen hebben is eenzelfde levensgevoel, een soort gevoelswereld, een gevoelstructuur, eenzelfde manier van in de wereld staan. Dat klinkt een beetje wollig, dat klinkt een beetje vaag. Maar dat uiten ze in heel verschillende genres, in heel verschillende stijlen. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben, vinden wij dan, Hans en ik, is een gevoel van affectieve crisis, een gevoel van onthechting, vervreemding. De vraag naar verbinding staat centraal. Hè. Voel ik me verbonden met mezelf? Vind ik erkenning voor wie ik ben? Vind ik hechting? Kan ik me hechten aan mensen om me heen? Voel ik me verbonden met de werkelijkheid, met politieke idealen? En we zien een soort gedeelde gevoelswereld. Veel meer dan een gedeelde poëtica of opvatting over wat literatuur zou moeten zijn, of een gedeelde manier van schrijven. Ja. En is dat een uitkomst van jullie onderzoek, of was dat ook een vertrekpunt van jullie onderzoek? Wanneer besluit je om aan zo'n onderzoek te beginnen? Nou, dit onderzoek heeft wel een lange voorgeschiedenis. Ik moet eerlijk zeggen dat het voor mij rond 2014 is begonnen. Toen las ik debuutromans van Nina Polak, Ninja Weijers, Brechtje Hofstede. Ik las IJstijd van Maartje Wortel. Ik las een hele reeks boeken die ik tot mijn verbazing allemaal interessant vond. Want daarvoor vond ik eigenlijk wat er zoal aan hedendaagse literatuur verscheen in de jaren 2000 veelal niet zo interessant. Ik begreep nooit zo goed waar de hele Arno Grunberg-hype over ging. En ik was meer geïnteresseerd in literatuur uit de jaren 60 en 70. En plots las ik hedendaagse literatuur die ik echt interessant vond. En in het geval van mensen als Weijers en Polak en zo, ook echt bij momenten verbluffend goed geschreven. Met heel veel energie en heel veel plezier in het schrijven. Dus laat dat ook gezegd zijn. En toen begon ik te denken van oké, hier gebeurt iets. Hè. Hier komen nieuwe mensen, nieuwe stemmen, nieuwe auteurs. Hier komen thema's aan bod die ik niet eerder zag. En er moet vroeg of laat eens een soort overkoepelende blik hierop geworpen worden. En samen met mijn collega Hans de Meijer was ik al langer bezig met een manier van lezen die ideologie kritisch is, of die eigenlijk de roman probeert te plaatsen binnen een maatschappelijke context. En wij dachten van dit millennial proza is eigenlijk heel interessant, omdat we heel duidelijk zien dat het allemaal romans zijn die in een context van een ontsporend neoliberalisme geschreven zijn. Hè? Met een gedeelde impact op de ervaring van mensen, vooral van jonge mensen die zich steeds meer onthecht gaan voelen, die zich steeds onzekerder gaan voelen en die zich steeds minder verbonden gaan voelen. En dat geheel wilden wij graag in kaart brengen en plaatsen binnen die maatschappelijke context. Dus in die zin, als je mij vraagt autofictie, dan denk ik, het persoonlijke is nooit alleen maar persoonlijk. Het persoonlijke is altijd politiek. Het persoonlijke is altijd gevormd door een maatschappelijke context. En dat is wat ons interesseert. Michiel, ben jij onderdeel van deze schrijversgroep? Voel je daar een deelgenoot van? Die gedeelde blik, dat herken ik wel heel erg, inderdaad. Maar het heeft wel heel andere uitingen natuurlijk. Dat die autofictie, pure autofictie, bestaat naast met zoveel andere dingen. In mijn geval zou ik niet direct spreken over autofictie. In herinnering aan het leven los, mijn tweede boek, zet ik het wel in, maar echt ter ondersteuning van het verhaal dat ik wil vertellen. Het verhaal is gebaseerd op het nieuwsbericht uit 2013... dat er een vrouw het stoffelijk overschot van een vrouw werd gevonden in Rotterdam. Zij bleek 10 jaar ongevonden in haar huis te hebben gelegen. Ze is dus 10 jaar niet. Niemand heeft haar gevonden of haar afwezigheid opgemerkt. En ik begon dat verhaal te schrijven. Het is een kort verhaal. Toen was mijn uitgever heel enthousiast. Die zei, we moeten er toch een roman van maken. En al heel snel voelde ik ik ga er een roman van maken. Dus die vrouw ligt in haar bed, dus fictie, die ligt in haar bed en die denkt na van, ik ben nog steeds niet gevonden. Hoe komt dat eigenlijk? Wat is hier eigenlijk aan de hand? En dat is dat was best leuk en grappig in het begin. Maar al heel snel merkte ik van, ik kan het hier niet bij laten. Ik kan niet doen alsof dit een of andere literaire spielerij is, een leuk gevonden vertelstandpunt. Ik moet duidelijk maken dat dit,
hoewel dit fictie is, dat het beginpuntje, dat die vrouw daar 10 jaar heeft gelegen, dat echt is, dat echt gebeurd is in mijn stad, vlakbij de plek waar ik woon. Dus, oké, er moet een tweede lijn in. Ik begon te schrijven en al snel merkte ik waar ik naartoe schreef. Ik dacht, oké, dus dan moet ik het verhaal van het verhaal vertellen en hoe ik dan op dat verhaal ben gestoten, hoe ik naar Rotterdam kwam en dat was. En wat er met mij aan de hand was en waarom ik al die jaren dat verhaal zo goed heb onthouden en daar altijd maar mee bezig ben gebleven. Dank u wel. Ja. Dus toen heb ik die autofictie voor het eerst eigenlijk redelijk expliciet, eigenlijk heel expliciet, ingezet voor die roman in zijn geheel. Dus bij mij was het echt een middel om dat doel te bereiken. Namelijk duidelijk maken dat dit echt was. En het werkt, dus, het werkt heel goed uit. Dank je wel. Ja, ja. Lilian, jij hebt een hele hoop vragen nog. Ja, waarvan jij er nu de helft al gesteld hebt. Dus dat maakt helemaal niet uit hoe we dat verdelen. Het zijn twee personages die in jouw roman tegenover elkaar staan. Een jongen die worstelt met of hij nog wel het toneel op wil. En heel erg hapert als hij zijn afstudeervoorstelling moet gaan maken. En die vrouw die al 10 jaar dood op haar bed ligt. Eigenlijk ook niet zo heel erg gelukkig leven heeft gehad. En misschien wel met dezelfde problemen of met dezelfde gemiste kansen, niet gerealiseerde dromen te maken heeft als de jonge jongen in het boek. Ja. Identificeer jij je met beide personages evenzeer? Met hun problematiek? Ja. Wat er dus waar aan is, dat is altijd wel leuk om te vertellen. Het personage hier verhuist naar Rotterdam in het laatste jaar van zijn toneelopleiding aan de Toneelacademie in Maastricht. Dat was ook echt zo. Ik zat op die toneelopleiding en ik ging afstuderen, maar ik merkte van, dit gaat hem niet worden. Ik was er niet bepaald gelukkig. En het was toch wel, achteraf bekeken, de eerste keer dat zoiets fundamenteels, want ik wilde al heel mijn leven op het podium staan, acteur worden of theatermaker worden, dat iets niet ging lukken. Dat ik merkte van, iets dat ik heel graag wil, dat lukt niet. En dat deed wel pijn. Dat deed heel veel pijn, zelfs. Daar heb ik een soort interesse aan overgehouden, aan frustraties van mensen. Iedereen heeft wel ergens wat frustraties, dingen die niet gelukt zijn, relaties die misschien misgelopen zijn of zo. En dat vind ik altijd wel heel mooi, omdat dat zo blijft sudderen of zo. Mm-hmm. Vind ik dat wel een heel mooi uitgangspunt voor personages. Dus zowel de toneelstudent als de vrouw. Is dat toch wel een drijfveer van die mislukking, dat die zo blijft. Soms bijt die, soms krabt die een beetje, maar het blijft altijd pijn doen. Sven, jij hebt deze laatste roman van Michiel gelezen. Waar zou jij hem in het hele brede scala van schrijvers uit de millennial generatie plaatsen? Ja, ik denk niet in de echt in het hart van het corpus dat wij hier beschrijven. Ik denk dat dat Michiel Cox daarvoor denk ik te veel echt een eigen stem heeft. En ik herken dat van die frustratie, die mislukking. Dat zou denk ik ook wel passen binnen onze focus op het affectieve. De vraag naar de gevoelsmatige beleving en naar het gevoel vast te zitten, het gevoel klem te zitten, het gevoel van iets niet in beweging te kunnen krijgen of zo. Dat zit daar zeker in. Maar tegelijkertijd denk ik dat vooral met die combinatie van dat meer autofictionele kaderverhaal en dan het hoofdverhaal over die overleden oudere vrouw, dat het wel apart maakt. Dat is wel een vorm die ik niet vaak gezien heb, maar vooral ook de keuze om vanuit dat perspectief van die oudere vrouw te gaan schrijven. Dat is ook best wel apart. Want je ziet wel eens oudere personages, maar in millennial proza zie je toch ook veelal personages die millennials zijn. Of die veelal
dat perspectief van die leeftijd weergeven. Dat is een veralgemening, maar veelal wel. En ik denk de grote aandacht voor, dat, voor die perspectiefwisseling, voor dat andere perspectief, van iemand die geen millennial is, dat nooit geweest is, ook helemaal niet die problemen heeft die millennials hebben, een hele andere gevoelswereld, dat dat wel het boek van Michiel apart maakt. Ja, dus, dankjewel. Dat is wel grappig wat je zegt. Mijn eerste boek, Messias van Niks, misschien kun je het even laten zien. Ja! Een hele mooie cover. Van, ja. Ja, daar ben ik nog altijd heel blij mee. Dat werd verteld door... Het is niet van Enzo, hoor. Als u ver weg zit, dan lijkt het misschien Enzo, maar dat is het dus niet. Nee, het heeft er wel heel veel van weg. Brecht Evens. Ja, Brecht Evens, inderdaad. Dat is een heel, heel fijne Vlaamse kunstenaar, die onder andere dit heeft gemaakt. Maar goed, dat boek is verteld uit vier perspectieven, waarvan drie oude mensen. Een pastoor, een oude vrouw en nog een oude man. Dus het is wel iets... dat is wel grappig om te horen, want inderdaad, dat millennial perspectief... Ja, misschien vind ik het niet zo... Vind ik het wel leuk om een keer een ander perspectief te onderzoeken of zo. Ja. Nee, maar jullie studie is de eerste volledige studie naar de millennial generatie. Het duurt nog even voordat dat zich helemaal uitge... Ja. Heb je al enig idee welke richting het op de ontwikkeling opgaat? Of wordt het alleen nog maar meer divers nu je... Dat is natuurlijk een open vraag, hè? Dus onze grote angst is dat het boek over 5 jaar compleet achterhaald is. En dat men denkt van ja... Ooit was er een tijd dat er over millennials gesproken werd en zo. He, dus er is wel, het is een beetje tijd gebonden, misschien ook wel een beetje modegevoelig om over die generatie te spreken. Maar tegelijkertijd kom ik geregeld in colleges. He, we worden af en toe wel uitgenodigd door collega's om met studenten in gesprek te gaan. Dat zijn dan dus veelal mensen van rond de 20, begin 20. Geen millennials. En zij geven eigenlijk zonder uitzondering aan dat ze zich bijzonder herkennen in onze analyse die gebaseerd is op het werk van auteurs die veelal 10, 15 jaar ouder zijn. En dat eigenlijk de ervaring die wij daar beschrijven, die gevoelswereld, dat die veel meer geïntensiveerd is dan afgenomen. Maar ook wel dat er een zekere, bij jongere mensen zie ik ook wel een toenemend ongeduld met het vastzitten van de millennial. Hè? Dus het idee van de tijd van het vastzitten moet ook wel een keertje voorbij gaan. Hè? Je ziet wel dat, en ik denk dat dus bij jongere auteurs die nu gaan debuteren, je hebt het ook al gezegd, Michiel, dat er is toch meer drang naar activisme, naar handelen, naar doen, in plaats van... Hè, de millennial die zit een beetje gevrongen tussen die optimistische belofte van de jaren 90 en dan de totale instorting van de 21ste eeuw. En de jonge generatie die dat optimisme niet meer heeft meegemaakt, die heeft niet zoveel geduld met dat gevrongen zitten. Hè? Dus en ik denk dat je daar interessante dingen gaat zien en dat de literatuur diverser gaat worden ook, denk ik ook. Zowel qua zeg maar, sociologisch profiel van auteurs als qua genres en stijlen. Zie je daar al romanvoorbeelden van gekomen zijn? Zijn ze al geschreven die in dat nieuwe perspectief zitten? Ja, wat ik vooral zie is een ontwikkeling in het werk van de millennials. Je ziet dat een aantal auteurs in het begin van de jaren 2010... nog heel erg bezig waren met het probleem van ironie. Dat gevoel van buiten de wereld staan, je nergens mee verbonden voelen. Overal ook dus een beetje ironisch over gaan doen. En dat gaandeweg eigenlijk er helemaal uitgegaan is. En dat ook die auteurs, en ik denk dan ook een beetje aangespoord door het toenemende activisme in de samenleving en ook door het toenemende activisme van jongere mensen, om zich directer te verhouden tot concrete maatschappelijke kwesties. En je ziet dat de literatuur van millennials in de loop van het voorbije decennium zich veel concreter is gaan verhouden tot politieke kwesties, tot discussies, tot debatten. En dat eigenlijk een beetje die twijfelende, aarzelende, gewrongen houding
ja, dat die gaat schuren. Hè, dat er, dus ik denk dat je het binnen die generatie al wel ziet. Je ziet recent romans. Je ziet veel meer speculatieve fictie bijvoorbeeld. Dystopieën die, op een veel directere manier politiek zijn. En je ziet dat auteurs zich op een directere manier gaan verhouden bijvoorbeeld tot het feminisme. Je ziet de autofictie van de tweede feministische golf, denk aan Anja Meulenbelt en zo, zie je als referentiepunt veel meer terugkeren. Dus je ziet dat auteurs veel meer ook de politieke kaders, de ideologie-kritische kaders van oudere generaties opnieuw gaan opzoeken. Om daar inspiratie te vinden, omdat er in het heden eigenlijk heel weinig politieke en ideologie-kritische kaders beschikbaar zijn die geschikt voelen, hè, die nog een geloofwaardigheid behouden hebben. Dus je ziet wel een soort zoektocht, denk ik, naar kaders om die onvrede meer vorm te geven, meer concrete vorm te geven. En ik denk dat je dat met jongere auteurs steeds nog meer gaat zien. En het beeld dat er leeft, dat ze alleen maar schaamteloze autofictie schrijven, klopt dus helemaal niet. Dat is vooral beeldvorming. Goh. Ja, weet je, dat idee van dat, en men gebruikt dan vaak het woord navelstaarderij of narcisme, mm-hmm, of zo, dat wordt altijd, dat is natuurlijk nooit een compliment. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dat is ook wel het cliché, zeg maar, in de naoorlogse Nederlandse literatuur en literatuurkritiek. Sla je in 1980 het tijdschrift Raster open, dan zie je daar een stuk geschreven, het subjectivistische proza van de jonge generatie. In de jaren, overal in elk decennium zul je wel een criticus vinden of een lezer die vindt dat het allemaal veel te persoonlijk is, te autobiografisch. Deels is dat omdat de literatuur steeds meer is gaan functioneren in een markt die het persoonlijke verhaal exploiteert. Daar ging het net eigenlijk ook over. Hè. Dat is een economie, een media-economie, waarin het persoonlijke verhaal echt kapitaal is. Hè. Dus in die zin zie je dat literatuur zich daar altijd weer toe moet verhouden. Hè. De druk om het persoonlijke publiek te maken, om het persoonlijke tot kapitaal te maken, die is groot. Tegelijkertijd denk ik, wat ik net ook al eerder zei, zeker bij millennial literatuur, de problemen die vandaag ervaren worden, worden heel vaak ervaren op een heel intiem niveau. Dus als iemand zich vervreemd voelt, onthecht voelt, het gevoel heeft van niet verbonden te zijn of vast te zitten, is dat vaak een hele persoonlijke ervaring die je eigenlijk moet onderzoeken in je eigen leven, in je eigen beleving, maar die wel een maatschappelijke oorzaak heeft of een maatschappelijke context heeft. Dus in die zin is dat niet naverstaarderig, dat is eigenlijk naar de wereld staren, maar vooral door te kijken hoe die wereld jou vormt, hè, en hoe die wereld en normen in die wereld en culturele modellen en technologieën enzovoort jou zo vormen dat jij dus op het meest intieme niveau daar het effect van voelt. Hè. Ik denk dat een veel interessantere manier is om naar autofictie te kijken dan maar te klagen over navelstaarderij en zo. Ja. Ik vind dat ook helemaal niet productief. Michiel, nog een afsluitend woord hierover. Ik vind het fijn zo'n analyse te horen en ik ben het er ook helemaal mee eens. Het is niet productief, die ga ik onthouden. Ja. Ja. Nou, dank jullie wel. Jullie bedankt. Ja. Marijn, mogen wij onze laatste gast? Onze laatste gast is Marijn O'Henlen. Marijn O'Henlen woont sinds 2018 in het dorp Kokangen in Drenthe, in een oud boerderijtje midden in de natuur. En op het dak zit een ooievaarsnest. En jij hield een jaar lang een dagboek bij over die ooievaars en over de rest van de natuur. Een jaar in de tuin van, ik kan ook op een knopje drukken, dan kunt u het ook gewoon zien. Een jaar in de tuin van White Stork Farmhouse. En dat begint bij de komst van de ooievaars, het onderhouden van het nest. En vervolgens gaat het een heel jaar door. Maar het is ook een dagboek dat heel erg gaat over de liefde van de mensen die in het huis wonen, Marijn en Redmond O'Henlen. Ja, allemachtig. Wat een zware onderwerpen, jongens.
allemaal. Ja, die liefde is niet zo zwaar, vind ik. Maar... Nou, laten we dan iets met iets lustigs beginnen. Ja, we gaan nu wel. Hoe is het met de ooievaars? Want het, je boek eindigt dat ze net weer komen aanvliegen. Ja. En zitten ze er nog? Hebben ze jongen? Hoe gaat het dit jaar met ze? Ja, nou, ze, deze keer, na het einde van het boek, is de vrouw toch teruggekomen in het nest. Want we maakten ons ongerust dat ze misschien ziek zou zijn, want ze heeft een bult op haar nek. En na de stormen, weet je wel, die twee grote, zware stormen die ons huis deden schudden, toen is ze pas teruggekomen. En de man die zat al echt al wekenlang te wachten op haar. En, het is een oud vrouwtje, het is een jong mannetje. Ja, het is een oud vrouwtje en een jong mannetje. Het is echt een cougar, heet dat, hè? Ja. Cougar ooievaar. Maar ja, daar trekken ze zich helemaal niets van aan. In ieder geval, wij waren blij. Nou, gelukkig, ze is weer terug. Want anders hadden er allemaal andere vrouwen moeten komen. En die hadden dan moeten gaan vechten om dat nest. Of mannen. Ja, in ieder geval was dat dan een heleboel gedoe geweest. En deze keer... nou, zij is niet zo heel enthousiast meer voor de seksuele daad, heb ik het idee. Misschien is ze toch een beetje aan de oude kant. Ik weet niet, je gaat je allemaal dingen voorstellen die waarschijnlijk totale onzin zijn, maar in ieder geval ga je dat invullen. Ze hebben in ieder geval weer eieren gemaakt en zijn daar weer op gaan zitten, zoals normaal. Dat doen ze om de beurt. Dus de man en de vrouw die doen dat, die wisselen elkaar af. Dan kan die andere een beetje een hapje eten gaan halen. En die ooievaars, de eieren zijn uitgekomen, dat konden we zien, want ze waren op een gegeven moment aan het pikken in het nest en een beetje aan het schoonmaken. En dan komen er weer wat nieuwe takjes in en wat nieuw hooi. Maar toen was er nog een keer een storm en in die nacht, want ze liggen boven mij. Ik heb mijn bed hier. En je ziet het daar. Het is echt nest. Het nest. Dus ik slaap daar bij die ramen die je daar onder dat nest ziet. Toen hoorde ik een heleboel gestommel. Dus op dat nest, op dat dak was echt iets aan het rondklauteren. En allemaal takken vielen naar beneden. En de volgende dag was er nog maar één jong te zien. Dus ik denk dat er een marter is geweest die andere jonkies heeft opgegeten. Want meestal zijn er vier. Ieder jaar leggen ze vier eieren. Tenminste, tot nu toe was dat zo. Dus ik denk dat er gewoon drie zijn opgepeuzeld door iets. Er is één over. Er is er nu nog één en die is, nou, die is half groot. Hebben ze tijd voor een tweede leg, ooievaars? Of dat nee, dan is geen tijd meer. Hadden ze dat eerder moeten doen. Dan hadden ze het eerder moeten doen. Het kan wel, maar dan moeten ze... Ja, als het in het begin helemaal misgaat. Ja. Dus bij de buren hebben ze inderdaad, was één nest met die storm en die kou. Die waren allemaal dood. Die gooien ze het dan uit. Ja. Kennen die ooievaars jullie nu echt? Dat schrijf je ook echt. Hè? Hoe dicht kun je bij ze komen? Redmond heeft echt het idee dat hij iedere ochtend als hij naar buiten gaat, dat hij even tegen ze kleppert op zijn manier. En dat zij dan terugkleppert. Ja. En gisteren had hij echt het idee van, had hij het niet gedaan, had hij niet geklepperd. En toen ging zij met heel veel misbaar, ging ze iets proberen te zeggen. Dus hij is er echt van overtuigd dat hij contact heeft. Maar soms zitten ze gewoon, staan ze in de tuin, staan ze wat te halen en dan loop jij daar ook. Maar accepteren ze dat? Ja, dat accepteren ze wel. Je moet niet al te dichtbij zijn, maar ze lopen daar gewoon rond. Ja. En ik zag een filmpje, want Redmond is net 75 geworden, vorig weekend, op zondag, geloof ik, een feest in de tuin. Er zaten er 50 mensen en zag gewoon die ooievaar op dat nest zitten. Ja, onverstoorbaar. Die blijft daar gewoon zitten. Ja, wat jullie ook doen. Er trekt nergens iets van aan. Ja. En dat klepperen doe je dat nu zelf ook? Want Redmond zegt voortdurend dat je... Ik doe het niet. Dat doe je niet. Dus je gaat het ook niet voordoen hier. Hè? Nee, maar dat ga ik ook je niet vragen. Nee. Wat vind je nou het meest van die bijzonder van die ooievaars? Wat raak je daar nu het meest aan? Want het boek gaat voor... Ja, het begint ook echt heel erg met het ooievaarverhaal. Hè? Ja, maar goed, er is mij gevraagd om dat ooievaarverhaal te vertellen, een dagboek te vertellen, door Emiel Brugman, de...
de editor van Atlas. Die had het eerst aan Redmond gevraagd, maar Redmond die deed het niet. Die vond ze niet eng genoeg, niet gevaarlijk genoeg, want ze komen niet van het dak af met speren en ze vallen je niet aan, ze zijn niet levensgevaarlijk, zo boring. Echt, wat moet hij daar nou over schrijven? Helemaal niks. Dus hij deed het niet. En in feite heb ik 10 jaar lang zitten wachten tot hij ging schrijven. Tot hij zijn memoires ging schrijven. Zeg, alsjeblieft, schrijf je memoires. Je hebt een waanzinnig leven gehad. Doe het nou. Nee, hij kan het niet. Het is te heftig, te moeilijk. Hij heeft gewoon nog steeds een ontzettend writer's block. Dus 2 jaar geleden dacht ik, nou, iemand moet het toch doen. Iemand moet toch een keer iets gaan schrijven hier in huis. Dus ik heb me aangemeld bij de schrijverschool in Groningen. Want tegenwoordig wonen we in Drenthe. En in Drenthe is is het ietsje makkelijker om dat soort dingen te doen. In Amsterdam is het hartstikke heftig. Dan moet je misschien, heb je veel meer concurrentie, neem ik maar aan. Veel meer talent om je heen. Dus ik dacht, Drenthe, nou, dat lukt me vast wel. Dat ga ik gewoon proberen. En ik mocht beginnen en ik vond het ontzettend leuk, die school. Dus een geweldige directrice daar ook. Dus daar was ik helemaal weg van. Paulien Deurlacher. Ik mag haar geen complimenten meer geven. Ze wordt er helemaal gek van. Dus ik stop daar nu ook maar mee. Maar dus ik vond het super fijn om te doen. En Redmond geeft natuurlijk wel goede adviezen. Die zegt, ja, je moet iedere dag achter je bureau zitten. En dan moet je elke dag schrijven. Nou, goed, ik vond het alleen maar leuk om te doen. En omdat ik een enorme burn-out had, had ik me ook voorgenomen, ik ga nu niet meer werken, ik ga ook uit de WW, ik ga gewoon nu doen wat ik leuk vind. En ik ben helemaal afgedwaald. Dus ik begon eigenlijk omdat Emiel dat had gevraagd. Omdat ik zo enthousiast was over die school, zei hij van, nou, maak voor mij eens een verhaaltje. Schrijf eens een verhaal. Dan geef ik je mijn echte, ongezouten mening. Begon je over de ooievaars? Nee, ik moest eerst gewoon een verhaal schrijven. Okay. Om te laten zien of ik wel een beetje talent had. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dat wordt natuurlijk niks. Want iedereen zegt, het is ontzettend moeilijk om te schrijven. Dus echt niemand kan schrijven. Maar heel erg zeldzaam. Nou ja, dus ik dacht, het wordt niks. Maar hij zei, begin maar met dat boek. Of begin maar met een dagboek. Want misschien zullen we wel een artikeltje in de Scharrelaar zetten. En de Scharrelaar is een literair vogeltijdschrift. Dus daar was ik heel blij mee. Dat vond ik ontzettend leuk. Ik krijg een artikeltje, mag ik publiceren. En dat deden ze toen. Hebben ze de maand mei of juni. Hij zei tegen mij mei, maar het werd juni. Heeft hij helemaal gepubliceerd. Het waren een heleboel woorden, 800 woorden. Dan krijg je ook per woord betaald. Nou, potverdikke me. Leuk was dat. Maar dacht je meteen, ik ga die ooievaars pakken? Nee. Want Redmond wou dat verhaal niet vertellen. Ja, maar hij zei tegen mij, jij moet nu over die ooievaars gaan schrijven. Dus dit was een opdracht. Het was niet het een dagboek in opdracht over de ooievaars. Het was een opdracht om over de ooievaars te schrijven. En daarom begint het boek ook echt puur over de ooievaars. Ik schrijf gewoon op wat ik zie. En ik ben geen vogelaar, ik ben geen kenner, ik ben geen bioloog. Dus ik schrijf gewoon op wat ik zie. En elke maand stuurde ik dat stukje naar Emiel. En dan zei hij, hartstikke leuk. Of haal dat er maar uit. Of ga zo door. Ik vind het eigenlijk leuk om te lezen. Nou, dat is al heel, heel geweldig. Maar het is, kijk, je bent in opdracht gegaan voor die ooievaars, maar je hebt nou toch ook iets met die beesten? Het zijn hartstikke leuke beesten. Wat vind je er bijzonder aan? Wat raak je het meest aan die ooievaars? Het zijn hele stoïcijnse beesten die me heel erg doen denken aan een Egyptische koningin.
Ze hebben echt een heel statige, majestueuze uitstraling. En ze zijn, nou, ze zijn mooi om te zien. Ze maken zich niet druk. Ze zijn altijd en eeuwig heel rustig. Dus ook met een feest. Als ze nou niet terugkomen, ze gaan daar weer naar het zuiden, naar Afrika. Als ze nou niet terugkomen, is dat een nachtmerrie? Nou, dat is moeilijk. Ja, dat zou ik wel jammer vinden, ja. Ja. Maar er komen altijd wel weer op een nest, komen altijd wel weer... Oh, dan komen er weer anderen. Ja, dan komen er anderen. Ja, dus dat nest, dat is eigenlijk een soort basis, maar het is degene die het inpikt of die op tijd is, of degene die er recht op heeft. Nou, de vrouw komt altijd terug naar het nest. Die zoekt dus, die heeft gewoon dat nest waar ze naartoe wil. En de man die daar dan zit, ja, die neemt ze dan op de koop toe. Maar toevallig komt er ook altijd dezelfde man naar dat nest, als hij niet is overleden of als zij niet is overleden. Dus daarom zie je heel vaak een paar ooievaars die, zoals in ons geval, die zitten daar al 10 jaar. Allebei. Ze komen allebei elk jaar terug. Maar er zijn er ook die 35 jaar in één nest zijn. Zo dus, oud? Ja, ze worden hartstikke oud. Ja. Ja. En hebben jullie het huis genomen vanwege de ooievaars? Dat is... Inderdaad, dat was de main reason om dat huis... Het stond, ik weet niet of jullie het gekocht hebben of huren, maar jullie zagen dat huis met die ooievaars. Ja, ik zag die foto op Funda staan met dat nest. Ik dacht, nou, dat is echt iets voor Redmond. Dat moet hij wel, dat moet hem toch gelukkig maken, zo'n nest. Maar nou vindt hij het saaie beesten. Nou, hij vindt geen saaie beesten, hij kan er niet over schrijven. Oké. Okay. Kijk, hij schrijft... Niet als er niet iets levensgevaarlijks gebeurt. Ja. Ja, het is natuurlijk niet de Congo, hè, Kokkangen. Nee, daarom. Maar jij bent Amsterdamse van geboorte. En je zei in het voorgesprek dat je wel vaak ging wandelen en je ouders hadden ergens een bootje. Maar nu ben je pas echt gaan kijken, gaan waarnemen. Ja. Hoe belangrijk is nu de natuur voor je geworden? Is dat anders dan vroeger toen je nog in Amsterdam woonde? Ja, het is nu echt... 100% deel van mijn leven, natuur. Maar ja, mensen zijn ook natuur. Hè? Dus als je in de stad naar mensen kijkt, dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen. Het ziet er net even anders uit misschien. Dan een kou of een mees. Of een, ja. Ja, ja. Maar nu ben je daar helemaal van doordrongen. Je werkt in de tuin en dan moet dit en dan moet dat. En daar was je in Amsterdam niet zo mee bezig. Dus je leven is nu een... Ja, mijn leven is totaal omgedraaid. Totaal anders geworden. Ja. Ja. Zou je nog zonder kunnen? Weer terug naar de stad? Ja, dat ligt eraan als het een goede plek is, wel. Maar ik zou niet in een buitenwijk van de stad in een rijtjeshuis willen zitten, nee. Ja. En wat heeft het, je bent dus anders gaan leven, maar ben je ook bewuster gaan leven? Is het allemaal meer vriendelijker geworden? Ja, je bent gewoon veel dichter bij alles. Als het donker wordt, dan word je moe. Als het licht wordt, dan sta je op. Tenminste, in mijn geval. Bij Redmond is het andersom. Maar... ja, als je de deur uitloopt, dan zie je meteen overal bloemen staan. En je ziet de vogels en je hoort ze. En het is gewoon, het is een troost. De natuur is een troost. Dus hoe slecht je ook voelt, als je dan een rondje maakt door de tuin. Of ik denk dat dat in de stad ook zo is. Als je een rondje maakt door een park, of dan vind je troost. Je kunt je concentreren op kleine dingetjes, op kleine insecten of op een vogel waarvan je denkt, wat is dat? Wat is dat voor vogel? Je focus verlegt. Dus je kunt de narigheid een beetje verzachten en vergeten door natuur. Ja, je suggereert ook dat je een beter mens ervan wordt. Je schrijft in 31 augustus... Als alle mensen super blij zouden kunnen worden van het zien van een minuscuul vliegje, hoeveel beter zou onze wereld er dan uitzien? Geloof je dat door naar de natuur te kijken, wij betere mensen worden? Ja, ik denk dat dat zeker zou uitmaken als iedereen daarvan zou genieten, daarvan kan genieten.
dan zou misschien... misschien zijn we dan eerder geneigd om klimaatproblemen aan te passen, aan te pakken. En minder geneigd om elkaar dood te schieten, dat soort dingen. Ja. Dus, ja, want wat doen wij met kleine vliegjes? Die slaan we dood, hè? Dat, doorgaans in de stad. Terwijl als je met zo'n kijker kijkt naar zo'n heel klein beestje, zie je echt fantastisch mooie kleurtjes en patronen. Dat is echt fascinerend. Ja, ja, je hebt het ook over de verrekijker. Dat is een van je belangrijkste instrumenten in het boek. Dus ja. dat je door een verrekijker hebt leren kijken en dan... En ook microscoopachtige dingen. En dat je waarneming totaal heeft veranderd. Ja, als je gewoon vogels ziet, dan zie je een vlekje in de verte. Als je een verrekijker hebt en je ziet die vogel in het echt, van dichtbij, dan zie je hele mooie kleuren. En ze zijn allemaal anders. En ze zijn allemaal specifiek... Als je een puttertje ziet, een goldfinch in het Engels, van dichtbij, zulke mooie kleuren. Het lijkt wel alsof je in de tropen bent. En zo zijn er meer vogels natuurlijk. De ijsvogel, die kent iedereen wel, maar ja, die valt enorm op. Maar er zijn ook heel veel kleine vogeltjes die niet opvallen en door de kijker ineens prachtig mooi zijn. Ja. Nou, je boek is niet alleen een natuurdagboek, het is eigenlijk ook een liefdesdagboek over jouw man, Redmond O'Hanlon. Voor de mensen die hem niet kennen, grote natuurkenner van naam en faam. Hij maakte reizen over de hele wereld, schreef tientallen boeken, was gedurende 15 jaar redacteur bij de Times Literary Supplement op het gebied van natuurlijke historie. Hij voer mee op de historische reis van Charles Darwin met de Beagle, dat hij dacht... maakte nog een serie O'Hanlon's helden. En je schreef in februari over hem. Hij is de meest bijzondere, lieve man die ik ooit heb ontmoet. Heel ontroerende zin. Hoe je hem nou ontmoet hebt en hoe dat nou is gegaan, dat laat je eigenlijk in het midden. Dus dat ben ik toch een beetje gossipjournalist. Ik wil het toch even horen van waar heb je hem nou leren kennen en hoe is dat dan gegaan? En nou is het de liefde van je leven. Ja, ik heb zijn... Ik mocht alles vragen, zei je. Ja, je mag alles vragen, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, want het is wel misschien te lang verhaal. Maar ik heb in ieder geval voor het eerst een boek van hem gelezen toen ik 33 was. En toen had ik al 2 kinderen. En dat vond ik fantastisch, daar was ik heel erg van onder de indruk. En toen, 20 jaar later pas, zag ik hem in Amsterdam rondlopen. En hij was een van mijn 3 helden geworden, dus... Ik vertelde mijn dochter, ik zag mijn favoriete professor net in de stad, langs de Amstel lopen. Maar ja, aanspreken durfde ik niet, vond ik doodeng. Dus toen er een lezing was in de stad, ben ik daarheen gegaan. En toen zat ik in een zaaltje, net als jullie nu allemaal in een zaaltje, zat ik ergens achterin en ik durfde... Ja, durfde nou eens te kijken. Ik keek een beetje zo al naar de muren. En na de lezing kwam hij rechtstreeks op me aflopen. En hij zei, I've been staring at you all the time. Dus, nou, ja, dan was ik natuurlijk... dacht, hoe kan dat nou? Hoezo? Waarom naar mij? En toen durfde ik wel een boek te kopen om hem te laten signeren. Dus er stond een hele rij mensen die allemaal gesigneerd wilden worden. Of een boek wilden laten. Ja, een boek, ja. Ik hoop een boek, ja. En dus ik was helemaal achteraan. En toen iedereen weg was, legde ik mijn boek neer. En toen keek hij mij zo aan. En toen dacht ik, ja. Heel raar, maar we kennen elkaar. Zo'n soort gevoel. En hij zei ook van, nou, kom naar het café, want we gaan daar wat drinken met z'n allen. Dus ik ging daar naartoe. Maar ik durfde nog niet bij hem te zitten, want er zaten zoveel mensen om hem heen. Omdat hij zo, ja, iedereen wou iets van hem. En toen kwam hij naar me toe en toen... pakte hij me en hij zei, je gaat nu naast me zitten. Dus nou, zo is het een beetje begonnen. En toen dacht ik... En u dacht dat u hier heel veilig in de zaal zat.
toen dacht ik, nou, ik vind hem wel heel erg leuk, maar ja, het is gewoon een... Het is een oudere man, hij is toch ja, een stuk ouder. En hij heeft, waarschijnlijk heeft hij al 20 vriendinnen. En, maar misschien kan ik zijn chauffeur worden, dacht ik. Dus dat stelde ik voor. Nou, dat vond hij een goed idee. Dus, zo is het begonnen. Zo is het begonnen. Ja. Redmond is een veelkenner als het over de natuur gaat. Jij bent een beginneling. Mm-hmm. Dus het is een beetje meester-leerling. Is dat niet soms irritant? Want hij weet het altijd beter. Hij heeft altijd weer een boek waar je het kunt opzoeken. Hij vertelt altijd hoe het moet. Of is dat juist heerlijk? Ik vind het fantastisch. Ja. Hoe kan je het beter hebben? Een wandelende encyclopedie. Ja, ik kan hem echt alles vragen. Hij weet overal iets van. Hij weet alles. En wat ook zo leuk is, hij begrijpt alles. Hij begrijpt mensen. We kunnen overal over praten. We voelen elkaar aan. Het is gewoon... er zit een van de feedback. Zijn die... uit. Nou ja, het kan niet beter. Ja, mooi. Je bent een jaar of 10 jonger en beschrijft ook dat Redmond behoorlijk wat kwaadjes heeft. Hè? Dus je dagboek is niet alleen een liefdesdagboek, maar het is eigenlijk ook een dagboek vol met zorgen, een medisch dossier. Ook heel openhartig. Je vertelt ook veel over zijn jeugd. Hij had afschuwelijke ouders, echt liefdeloze, harteloze, afschuwelijke mensen. Ik las ook nog in een ander boek daar iets over, dat hij zei van, nou, als mijn moeder begraven wordt, dan neem ik een pistool mee en dan schiet ik nog even op de kist, zodat ik in ieder geval zeker weet dat ze er niet meer uitkomt. Dus dat zeg je niet zomaar. Mm-hmm. Dus het is ook een heel openhartig dagboek. Wat vond Redmond daarvan? Je beschrijft dat allemaal. Ja, nou, Redmond is juist iemand die alles vertelt. Dit zijn allemaal verhalen die hij vertelt. De dingen die niet wil vertellen, die zal hij niet vertellen. Dus ik vertel verhalen die misschien al 20 keer heeft verteld. Aan ja, iedereen. Maar nou schrijf je het op. Nu schrijf ik het en op. En nou lees ik het. En ja, ik wist dat niet van hem. Nee, nou dan ben ik blij dat ik dat eindelijk heb opgeschreven. Want dit had hij eigenlijk moeten opschrijven. Omdat het zijn... Ja, dit zijn zijn herinneringen die ongelooflijk... idioot en belangrijk en fantastisch en bijzonder zijn. Ja. Dus, ook een beetje zijn memoir. Dus. Nou ja, dat durf ik het absoluut niet te noemen. Maar ik heb in ieder geval kleine stipjes van zijn herinneringen heb ik mogen opschrijven. Dat weet hij. Hij heeft het niet kunnen lezen, maar ik vertel wel elke keer. Nou, ik heb het nu hierover gehad en daarover gehad. En ja... vindt hij goed. Af en toe heb ik een stukje vertaald, maar dat is echt zo lastig. Want als ik het probeer in het Engels aan hem voor te lezen, dan loopt het niet. Dan is het zo lelijk dat ik denk, nou, dan gaan we maar mee op. Ja. Dus het moet echt mooi vertaald worden om voor hem te lezen. Ga je nou door met het dagboek? Ben je door gaan schrijven? Het eindigt in, wat is het, februari, maart zo'n beetje, hè? Februari. Ben je doorgegaan? Nee, misschien. Weet ik nog niet. Maar Ik blijf wel schrijven, maar ik weet niet wat of hoe. Of hoe waarvoor, okay. Dat durf ik nog niet te zeggen. Eerst maar eens even kijken wat dit allemaal losmaakt. Ja, oké. Okay. Ja, je zei net al troost. Ik vond het ook ik vond je boek ook heel troostrijk. Leven in harmonie, leven met de natuur om je heen, natuur als troost. En op 16 mei schrijf je: alles wat met vogels, natuur en wetenschap te maken heeft, is troostrijke balsem die Redmond helpt op de momenten dat het leven niet de moeite waard lijkt. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dat is ook zo, ja. En dan ben ik blij dat dit ook een klein beetje helpt om dit te lezen dan, over de natuur. Ja. En ik ben weer meer vogels gaan kijken. Ik dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, je mag daar, je mag ook blijven zitten. We gaan nog een paar tips doen. Ja, we doen de tips uit het publiek in ieder geval. Ja. Er zitten twee mensen in de zaal die van tevoren aangegeven hebben dat ze een boek willen tippen. En Roeland komt met de microfoon naar je toe en het eerste
De eerste tip is het Drog-syndicaat van dichter Misha Andriessen. En dan moet je naar Hamide. Kijk. Vertel waarom wij dit moeten lezen. Ik vond het een hele mooie dichtbundel, omdat het een hele mooie combinatie was van oud en nieuw, oud en modern. Zowel in taal als inhoud. Dus verwijst naar een Bijbelse verhaal, naar het verhaal van Noach en zijn vrouw en kinderen. Maar het gaat ook over een modern huwelijk dat ook in zware water verkeert. En de taal is heel mooi. Het is heel vloeiend en tegelijkertijd ook archaïsch. Dat vond ik heel knap dat het zo modern en oud tegelijk kon zijn. En het leest ook heel vlot. Dus je begrijpt het niet meteen misschien. Het is niet. Het is een hele heldere taal en toch blijf je met vragen tijdens het lezen. Dus een intrigerende bundel. Oké, nou. Jullie weten allemaal wat je nu moet doen. Dat is mooi dat er ook een dichtbundel genoemd wordt bij de tips. De tweede tip. De tweede tip. Peter Swanborn, Onder het luchtspoor. En daarvoor moet je nog iets hoger. Ja, ik kom er wel. Ja, Peter Swanborn heeft met Onder het luchtspoor een fraaie debuutroman geschreven over de jongeren in de jaren 80. Arend Zwart, het hoofdpersonage, een beginnend kunstfotograaf, keert na een aantal afgebroken studies terug naar zijn geboortestad. Terwijl hij pogingen doet om aan woonruimte te komen, brengt hij de avonden door in cafés. Daar ontmoet hij een aantal jonge kunstenaars. Samen met hen kraakt hij een leegstaand pand. Het pand verkeert in slechte staat, maar het is groot genoeg voor zowel Arend als de getalenteerde Barbara. In de jaren die volgen dromen zij van een toekomst als succesvol kunstenaar. Het nachtleven eist echter zijn tol. Dan komt het bericht dat de gemeente het pand gaat verkopen. Onder het luchtspoor is een roman over de verspilling van talent over een groep jonge kunstenaars verstrikt in het web van bijstand, woningnood en jeugdwerkloosheid. Tegelijk is het een subliem tijdsbeeld van de jaren 80. Ik heb Onder het luchtspoor in 3 tijdsessies gelezen. Bij de eerste voelde ik me nog enigszins op afstand gehouden, al vond ik de groep en het tijdsbeeld treffend beschreven. In het vervolg werd ik er steeds meer onderdeel van. Leefde ik mee met hun uitspattingen, hun in die jaren onder kunstenaars en activisten gangbare maatschappijkritiek en hun toenemende sores. En oh, die ouders. Het einde is ronduit meesterlijk melancholiek. Ik zond de schrijver mijn hartelijke felicitaties met zijn geslaagde roman, die van mij in het ballen- en sterrencircus zeker 4 sterren, zeker 4 ballen, zou krijgen. Dankjewel. En u zou Peter Swanborn kunnen kennen als dichter, want hij heeft denk ik al 6-7 bundels uitgebracht en dit is zijn debuutroman. En hij is ook criticus bij de Volkskrant. Kijk. Wij allebei nog snel 1 tip? Wij allebei nog snel 1 tip. Jij mag beginnen. Begin ik. Essie Edushan, In het licht. Vertaald door Katelien Paasen. Heel mooi boek. Het zijn essays in de traditie van Susan Sontag. Het onderzoekt en oordeelt niet, veroordeelt niet. Het gaat over identiteit. Edujan is een zwarte vrouw, Canadese schrijver. En ze onderzoekt langs de lijnen van 5 continenten over hoe er over mensen met kleur wordt nagedacht. Zo laat ze in het essay over Europa zien hoe bij schilderijen zwarte mensen altijd daar nooit de namen van worden genoemd, maar ze altijd als slaven of als bedienden worden neergezet, terwijl er vaak van die modellen wel degelijk de namen bekend waren. En als je iemand een naam geeft, dan wordt het ook een persoonlijkheid. Schrijft ook een essay over racial passing en transradicalisme en daar zegt ze van, nou ja, misschien is dat. Na nu we transseksualiteit aan het accepteren zijn, is het ook heel goed mogelijk dat raciale fluiditeit de volgende grens is. Nou ja, heel verrassend, een essay, zeker voor een oude witte
man als ik. Een tip. Geheel toevallig heb ik ook een boek met de titel Licht in de titel. Dit is de vierde in het Nederlands vertaalde roman van Thomas González. Het broze licht, vertaald door Jos den Becker. Als je afgaat op de flaptekst, dan zou het een boek moeten zijn met een heel zwart thema, namelijk over een zoon die, doordat hij eigenlijk niet meer wil leven, omdat hij zo lijdt na een auto-ongeluk, op weg gaat van een plaats waar euthanasie niet mogelijk is naar een plek waar euthanasie wel mag. Maar uiteindelijk blijkt het een veel gecompliceerder en een veel gelaagder verhaal te zijn. De verteller is de vader van de jongen. En hij vertelt het in drie tijdsbeelden. Als hij zijn verhaal vertelt, is dat verhaal over die zoon die niet meer wil leven, is al geweest. Hij is zelf weduwnaar geworden. Hij schildert niet meer, want zijn ogen werken niet meer zo goed. Hij schrijft. En hij gaat helemaal nog terug naar een nog verder verleden, waarin hij met zijn vrouw Colombia verlaat en zich in Amerika vestigt en daar een gezin opbouwt en gaat voor zijn kansen. En dat, ja, González is een meester in het vertellen van, eigenlijk op een kleine manier vertellen van grote verhalen. Anders misschien wel dan zijn meest beroemde landgenoot Gabriel García Márquez. Het is interessant om te zien dat uit zo'n land waar wij bijna alleen maar één of twee schrijvers van kennen, dat daar een hele grote pool is van schrijvers die ook interessant zijn. Heel goed. Wel nu. Dan nu. Dit was de tweede aflevering van Bazaar of Life. Ik had heel graag willen laten zien welke gasten we op 14 september na de zomer, want we gaan na de zomer door, elke tweede woensdag van de maand. En zodra we onze gasten weten, laten we dat u weer weten. Dan hopen we u heel graag terug te zien. We hebben dunne boeken genoemd. Er zijn ook nog prachtige dikke boeken. Daar leent de vakantie zich, de zomer zich misschien ook voor. Dat is niet voor iedereen vakantietijd, maar misschien opgespaard literatuur. Blijf lezen. Lees Ted van Lieshout. Lees Michiel Cox. Lees Sven Vitsen. En lees Marijn O'Hanlon. En die dikke James Joyce die ligt hier omdat het vandaag Bloomsday is. 16 juni vieren we het werk en het leven van James Joyce. Wel thuis allemaal. En beneden kunnen mensen een boekje kopen en een gesigneerd exemplaar verwerven. Dank jullie wel.